Het is tijd voor een spreekbeurt, een werkstukje. En uh, ik ga het hebben over een vrij mysterieuze demo die ooit van scherm gefilmd is en daarna nooit meer eigenlijk verder getoond is. Laat staan dat de game lijkt te bestaan. Terwijl het toch, wat mij betreft, een van de vetste dingen is die ik uh, zo'n pak een beet. Acht jaar, nou ja, nee, acht jaar geleden heb gezien. Hoe kwam ik op dit idee? Want ik hou die spanning er nog een beetje in. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk die tekst gelezen... dus je weet wat het over gaat. Maar goed, voor de mensen die de tekst niet hebben gelezen... ik hou de spanning er even in. Hoe kwam ik op dit idee? Um, het idee ontstond eigenlijk een aantal weken geleden... toen ik um, het volgende trailertje voorbij zag komen. Um, dit is namelijk Mario Kart Tour, dames en heren. En er komt een nieuw level aan... En dat level, dat heet Amsterdam. En als je dit ziet, dan zie je toch ook gewoon Amsterdam? Ik bedoel, klompen, tulpen, bergen, euh, tractoren, molens. Euh, ik weet het niet, man. Ik kom vaak in Amsterdam. Ik werk in... Nou, nou zie je... Oké, okay, ja, hier kan je het een beetje zien, maar... Dit is niet Amsterdam. En dit is gewoon fucking infantiel. En die infantiliteit, die zie je bij heel veel games waarin Nederland in uh, geportretteerd wordt. Het is altijd tulpen. Het is altijd molens. Uh, alle vrouwen zijn prostituee. Um, ja, hars. Tuurlijk, iedereen is ook aan de hars. Uh, bizar, goed. Bedoel, we hebben toch veel meer als cultuur... als geschiedenis uh, te betekenen... dan dat alleen. Hey, in de Gouden Eeuw waren wij gewoon een van de grootste... een van de machtigste landen ter wereld. En wat doen we? Tulpen, molens en klompen. Bullshit dus. En... Toen ik het daarover zat na te denken, toen dacht ik opeens: van wat is nou het vetste wat ik ooit heb gezien qua Nederland in een game. En dan moet je het gek genoeg niet hebben van onze vaderlandse developers. Want die hebben eigenlijk allemaal games gemaakt waar Nederland niet in zit. Ja, oké, okay, Amsterdam. Uh, A2 race, maar dat waren games die op de Nederlandse markt gefocust waren. Ik, ik heb het over de grote jongens die games maken voor de rest van de wereld. Waaran Amerikanen en Japanners gewoon heel veel games maken over hun eigen cultuur en dat ook vol trots uitdragen, doen wij dat blijkbaar niet. En in één keer herinner ik mij een, een, een hele aparte uh, video die ik straks ga laten zien, um, waarbij er gefilmd werd van een scherm. De beelden komen uit 2018. En het. Uh, nou ja, hier, hier is het dus. D dit is die film. Um, dit is gefilmd in Kroatië tijdens een. niet Erg belangrijk, uh, de Niet-To-Do uh, Game Development uh, Congres. Um, en het is, een, het, het, is een, het is een game die 1666 heet. 1666 Amsterdam. Uitgaande van uh, onze grote cultuurschatten, zoals de Nachtwacht en het Melkmeisje, um, werd er een game gemaakt over Amsterdam in 1966. Een game die. Nou, laat ik er nog niet te veel over zeggen. Dat doe ik aan het eind van het filmpje. Maar we gaan gewoon het, het filmpje even kijken. Um, dit zijn gewoon bekende kunstwerken. En let wel, deze demo is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt in 2014. 2015. Dat is dus uh, al, inmiddels al 7, 8 jaar geleden. En uh, um, het ziet er, en dat ga je straks zien als je een vogel bent. Uh, het ziet er. Waanzinnig uit. Kijk, hier ben je het. Je bent een vogel um, en jij gaat als vogel vliegen. Nou ja, hey, de molens, ze zijn er. Het zijn er wel een beetje heel veel. Maar goed, in, in de jaren 1966, in die tijdperk, dat was het, zeg maar, het epicentrum van de Gouden Eeuw, waren er nou eenmaal heel veel molens. Maar goed, dit is wel een hele beetje overdumpt. Het gaat mij op op een gegeven moment dat je het oude Amsterdam inga inging, de tijden van de Gouden Eeuw. De tijden van de VOC, de WIC, de West-Indische Compagnie. Het geld klotste werkelijk over de grachten heen. Uh, Amsterdam was een van de machtigste, machtigste steden in de wereld. Wij kolonialiseerden de hele wereld. We voeren overal heen. Handel dreven we. We wonnen uh, van, uh, van het machtige Engeland. Um, bizar. En. Naarmate je die vogel blijft vo vormen, vo volgen, zie je op een gegeven moment ook de grachten verschijnen. En uh, deze toren, die, die bestaat er nog steeds. Die kun je nog steeds zien als je uh, in het, uh, vanuit het Centraal Station uh, langsrijdt. Uh, hier ga je de grachten op, de, de bekende ophaalbruggetjes. Dit ziet er toch werkelijk waar magnifiek uit. En dan vraag je je af waarom. Niet meer developers Nederland hebben gebruikt. De rijke geschiedenis die Nederland heeft. Waarom die niet meer gebruikt is. Dus Oké, okay, in, in de Tweede Wereldoorlog hebben we wel wat uh, games gehad over Operation Market Garden. Maar toch, dit ziet er fantastisch uit. Waarom moet het altijd Engeland zijn? Waarom moet het altijd Parijs zijn? Dit is gewoon ook heel vet en heel mooi gemaakt. Um, deze game uh, liet jou. Uh, uh, zeg maar veranderen in een kat of in een rat... waarmee je dan vervolgens weer... Um, ja, allerhande ellende kon gaan veroorzaken in deze stad. In een tijd natuurlijk ook dat uh, uh, de pest bijvoorbeeld... Een, een, een vreselijke ziekte was... en uh, ratten de verspreider waren van die ziekte. Nou, goed, um, ik weet nog niet hoe lang deze... Uh, uh, um, uh, deze demo nog duurt. ik laat hem gewoon lekker aanstaan, want hij ziet er hartstikke mooi uit. Deze game is dus gemaakt door Patrice Desié. De naam zal je niks zeggen, maar als ik zeg dat hij uh, een van de bedenkers is van Assassin's Creed, dan denk je ook meteen: Ah, wacht even, oké, okay, ik zie het nu al, want ik zie hier heel veel Assassin's Creed in. Hey, je weet, daar kan je ook. In Adela veranderen. Uh, een beetje de stijl heeft het wel van de Assassin's Creed. De actie heeft het van de Assassin's Creed uh, uit die tijd. Uh, hij had deze game gemaakt. Um, wanneer maakt hij het? Want, want nu komt er toch eigenlijk wel weer een heel bijzonder verhaal naar voren. En uh, anders had ik er ook geen werkstukje over gemaakt. Want. Games en verhalen die niet bijzonder zijn, die, die verdienen het niet om verteld te worden. Deze man werkte eigenlijk um, tot 2010 bij Ubisoft. Um, hij uh, ging daar op een gegeven moment weg. Een beetje een soort van meningsverschil. Uh, de, de koers waar... Uh, uh, en dan de, met name de creatieve koers... Uh, waar uh, de game naartoe ging... die beviel hem eigenlijk niet zo. En hij dacht, weet je wat, fuck it, fuck Ubisoft. Uh, hij liet zich uitkopen. Uh, waarschijnlijk had hij ook nog wat rechten op... op uh, uh, Assassin's Creed, et cetera, et cetera. En deze... Patrice Desy, we hebben daar een leuke foto van, hier staat hij, deze vrolijke man met een baard. Um, die, ging, uh, die stapte over naar THQ en uh, kreeg daar een triple A budget om een game te gaan maken. En die game, dat werd dus 1666 Amsterdam. Um, de bedoeling van die game was dat hij uh, uh, een game wilde maken over de duivel. Omdat hij vond dat de duivel in games vaak erg eendimensionaal uh, getoond werd. Het was altijd weer die, die gast in het, in het vage vuur, et cetera, et cetera. Hij zegt, er zitten meerdere lagen aan de duivel. De duivel, uh, die, die, die zit in elk mens. En dat kan ik alleen maar betalen. Niet dat ik een duivel in me heb, maar iedereen heeft minder goede kanten. Alleen de meeste mensen die laten die minder goede kanten niet naar buiten komen of die weten zich in te houden. Anyway, de duivel dus en dus de mogelijkheid om een rat te spelen of een kat te spelen en daarmee uh, ziektes uh, te veroorzaken, mensen te, te, te vermoorden, et cetera, et cetera. Anyway, dat was een beetje het basisidee waarmee hij dus aan de slag ging en waarmee hij dus ook deze demo heeft gemaakt. Want na alle waarschijnlijkheid um, stamt die demo uit deze tijd. Ehm... Um, in 2013, een aantal jaren later, ging THQ failliet. En de inboedel, zoals dat bij een faillissement gaat, die werd te koop gesteld. En Ubisoft die kocht de intellectuele rechten van 1666 Amsterdam. Ik weet niet waarom ze dat deden. Maar het zou me niks verbazen als het gewoon een beetje DCR-pester was. Want die beide, hè, Ubisoft en DCR, waren nou niet bepaald tof uit elkaar gegaan. Um, het lullige daarvan was: die game werd dus weer door Ubisoft aangekocht. De rechter erop dat D.C. het ook mee moest en dus weer bij Ubisoft moest gaan werken. Wat natuurlijk voor geen ene uh, moer werkte. Er kwam een rechtszaak. Um, dat leidde tot niks. En op een gegeven moment werd het heel erg stil. Uiteindelijk is uh, DCA wel weer teruggekomen. Hij is die een eigen uh, bedrijf uh, begonnen en heeft hij daarmee onlangs de game Ancestors, The Humankind Odyssey gemaakt. Um, een game die. Heel veel hype in het begin had. Want je, je, ja, je kon dan feitelijk een aap spelen. En het begin van de mensheid. bladi bladi bla Het is er niet helemaal uitgekomen. Um, want um, ja, de game heeft niet heel erg goed gedaan. Qua recensies en qua verkoop. Um, gemaakt door zijn nieuwe bedrijf. Panache Digital. Die. Jezus, waarom is alles in het buitenland kwaad? Uh, maar dit is Frans, dus het zal Panache Digital zijn. Um, hij heeft die game gemaakt. En toen die game klaar was, toen had hij zoiets van... Ja, wat ga ik nu doen? En in Kroatië, op een niet nader te noemen evenement... Want dat doet er niet echt toe. Um, werd hij gevraagd aan journalisten waar hij mee bezig was. En liet hij dus deze demo zien, de demo die we net hebben gezien. En hij gaf aan... Um, ja Dit is wat ik gemaakt heb. En een journalist vroeg van, uh, ja, hoe serieus... moeten we dit allemaal nemen? Is dit iets waar je nog verder mee wil gaan? Want ook op hen maakte het gewoon... indruk, net zoals het uh, indruk... maakte op mij. Hij zei... How serious I am, I almost lost my house over it. I'm not joking. Inderdaad, hij heeft vreselijke problemen... gehad met Ubisoft. Uh, de rechtszaken... hebben heel veel geld gekost. Hij heeft natuurlijk... Van geld verloren omdat hij zich liet uitkopen. Terwijl Assassin's Creed natuurlijk uitermate succesvol is geworden, dat geld liep hij allemaal mis. Um, kortom, uh, hij zegt: uh, Ik ben heel serieus over deze game. Uh, I, I want to do a game about the evil. I hate horror movies. I hate the subject matter for some reason. So I, it's challenging for me. I love Amsterdam. I like the fact there was a year called 66, uh, 6066. Uh, and I want to do it. I want to do it. Oftewel, hij zou. Die game gaan maken. Um, in 2019 heeft hij nogmaals bevestigd dat hij met die game bezig was. Um, op dit moment, uh, of tenminste, de Ancestors, de Humankind Odyssey, werd uitgegeven door het private label van uh, Take-Two, dus mogelijk zouden die het dan kunnen uitgeven of 2K eigenlijk. Um, maar daarna is het wederom stilgebleven. En. Uh, Stil wil niet zeggen dat het er niet meer is. Maar goed, 1919, 1920, 1921, 1922... dat is nog dik twee jaar, uh, bijna drie jaar... dat er niks van een game vernomen is. Dat is wel een beetje iffy. Um, <coughs> er werken 35 mensen bij Panache Digital. Um, ja, daar kun, je, nou, daar kun je niet helemaal een echte AAA-blockbuster mee maken. Wel een indie-game... Maar je moet ook wel zorgen dat je games blijft verkopen. En zijn laatste game was dus niet uitermate succesvol. Dus de vraag is nog steeds of deze game, een, wat mij betreft, een van de meest fascinerende demos uh, van games die nooit zijn uitgekomen even fascinerend als de demo van die Star Wars game. Je weet wel. Uh, die Star Wars-game die ook nooit is uitgekomen, waar ook een demo van verschenen is, waarvan ik nu even uh, de, de naam vergeten ben. Um, ja, dit had zoveel potentie, wat mij betreft. En ik. Ik denk namelijk dat Nederland genoeg te bieden heeft. Ook voor een Amerikaan of een Aziat. Of iemand die ergens anders in Europa uh, loopt. Om gewoon een hele toffe, historisch verantwoorde, vette game te maken. En blijkbaar zijn we allemaal heel erg uh, uh, voorzichtig. En een klein beetje terughoudend. En, en niet heel erg trots op wat Nederland kan bieden voor een game. Uh, maar ik denk dat er genoeg in zit. En wat ik zeg, die gouden eeuw is fantastisch. Amsterdam was een. Waanzinnige stad. Uh, daarbuiten was ook nog genoeg te beleven. aan wat kleinere gebieden. van Alkmaar tot Horen. tot Haarlem. tot Delft tot Leiden. meer dan genoeg. Uh, uitgangspunten en, en. verhalen en uh, karakters. om iets tofs mee te doen. Maar goed. Ik weet het niet. Ik weet niet of het bestaat. Ik heb het, het 06-nummer van deze jet niet. Ik heb zijn mailadres niet. Uh, ik heb nog even zitten zoeken naar. recentelijke. Uh, um, artikelen er misschien over. Uh, niks gevonden. Kortom. Het is verdacht stil rond deze game, en mogelijk gaan we hem nooit zien.